Je scoort, net als vorige week, maar ik kan me voorstellen dat je toch de pest erin hebt. Ja, zeker. Ik denk dat we hier gewoon hadden moeten winnen. En ja, dat gevoel overheerst gewoon. Zelf ook nog kansjes gehad. Beetje pech misschien met die bal op de paal, maar ja, de teleurstelling overheerst wel. Ja, maar je kunt niet echt zeggen dat je daar iets verkeerd doet. Ja, je moet hem erin schieten, maar ja, dat is gewoon pech, toch? Ja, eigenlijk doe je het dan wel verkeerd, hè? Want je zegt al, hij moet er wel in, maar ja, het zat niet mee. Hoe gretig waren jullie na vorige week, toen er veel misging? Ja, heel gretig. Ik denk dat je dat bij Vlaag ook gezien hebt. We zaten er kort op vanavond en dat is ook een beetje het spel wat we willen laten zien. We willen hoog druk, we willen veel aanvallen, veel doelpunten maken. En ik denk dat we die kansen daarvoor vandaag gecreëerd hebben. Alleen helaas niet genoeg kansen benut om te winnen. Je bent nieuwe trainer, ook een iets andere stijl van spelen. Meer samen met z'n tweeën voorop met Leon de Kogel. Is het anders? Ja, tuurlijk. Normaal sta je eigenlijk alleen in die ruimte. Dus nu moet je wel rekening met iemand houden. Maar ja, zelf vind ik het heel prettig, omdat je toch met z'n tweeën vaak op twee verdedigers staat. Soms drie. En dan komt toch wat verwarring bij de verdediging van hun. En dan ben je soms een bliksemafleider voor elkaar. En ik denk dat dat veel doelpunt op kan leveren. Helemaal omdat je in balbezit eigenlijk gewoon met vier aanvallers speelt. Ja, klopt. We spelen heel aanvallend. Ik denk dat daar ook gewoon dat we aanvallend ook gewoon heel veel kwaliteit hebben in deze selectie. En dat moet voor doelpunt gaan zorgen. Ja.